Zo. Zet hem op, hè. Hey. Ja? Hey, Dick, hoe staat je groep ervoor? Ja, ik denk goed. Maar morgen is natuurlijk het ultieme meetmoment. Dan gaan we zien hoe goed geprepareerd we zijn. Maar we hebben echt ontzettend veel zin om die wedstrijd te gaan spelen. Ja, snak je dan naar het begin van de competitie? Ik wel en ik proef aan de jongens ook. Kijk, de voorbereiding is prachtig en daar kan ik ook nooit genoeg van krijgen. Aan de andere kant is 6 weken wel... ook wel prettig om dan een competitiewedstrijd te gaan spelen. Dus ja, dat gevoel leeft enorm in mijn beleving. Hop, aanzetten. Kom maar, een beetje aanzetten. Naar buiten, terug en dan binnen door. Ja. Welk gevoel heb je overgehouden aan de voorbereiding? Ja, wel oké. Dus bij tijd en wijle hebben we echt goede dingen gedaan en soms hebben we wat mindere dingen gedaan. Had ik ook wel verwacht, want het is ontwikkelen, het is aan elkaar wennen, aan de speelwijze wennen. Maar ik vind met name in de formaties dat wij zowel met en zonder ballen echt op de goede weg zijn. Maar dat we nog te slordig zijn in de uitvoering, dus dat blijft ook een verbeterpunt. Je hebt Leandro Bacuna benoemd als aanvoerder. Ja, hoe is die keuze tot stand gekomen? Ja, dat is wel toen hij binnenkwam had ik dat gevoel dat dat moest gaan gebeuren. Omdat hij weet wat hij aan de staf heeft. De meeste van de stafleden kennen hem al 10 jaar of langer. Hij heeft ontzettend veel ervaring opgedaan. Heeft een natuurlijk overwicht. Mensen nemen dingen van hem aan. Ja, dat was voor mij eigenlijk een appeltje eitje. Heb je ook een tweede aanvoerder benoemd? Heb ik ook benoemd. Dat is Marco Rente geworden. Ook omdat wij denken dat Marco daar een goede rol in kan spelen. Dus dat zijn de twee mannen die het moeten gaan doen op dat gebied. Dat is morgen Jong Ajax de tegenstander. Wat kan je nou verwachten van zo'n ploeg? Heb je enig idee? Ja, nou ja, goede vraag, want in de formatie weet je het niet. We hebben nog wat info gehaald uit hun laatste oefenwedstrijd in Keulen. Maar als je kijkt naar wat hun intenties zijn en wat hun spelprincipes zijn, ja, dan zie ik wel dat daar gewerkt wordt volgens een visie. Dus dat zie je ook aan het eind van die vorige competitie al terugkomen onder leiding van Dave Vos. Dus we denken dat we op dat gebied weten wat we verwachten. Alleen bij een belofteploeg blijft het ook altijd een verrassing. Wat kunnen de FC Groningen supporters morgen van jouw ploeg verwachten? Een ploeg die getergd is om te laten zien wat we willen. Dus we hebben het heel vaak gehad over dat we ons willen, supporters moeten zich met ons kunnen identificeren. Nou, dat betekent dat er morgen een hartstikke agressief en goed elftal moet staan. Dat laat zien vanaf seconde 1 wat we willen in die wedstrijd en dat is spelen voor de overwinning. Nu heb je heel veel spelers die fit zijn op dit moment. Zijn er ook spelers die niet kunnen spelen morgen? Ja, dat zijn Florian Kruger en Nick Bakker. Alhoewel Nick nog niet officieel onderdeel is van FC Groningen. Maar natuurlijk wel al de hele voorbereiding aan boord is. Maar dat zijn tot nu toe de enige twee. En bij twee spelers moeten we even kijken hoe de training gaat. Of ze al dan niet door de banken kunnen gaan zitten. En Nordin Moussampa is nog geschorst. Klopt helemaal. Die was ik vergeten. Tot slot, er zijn nog 500 kaarten morgen. Ik denk dat een mooi compliment is naar de club en naar jouw ploeg. Ja, maar dat voel je aan alle kanten. Het leeft enorm en mensen willen onze club steunen. Dus wat ik zeg, wij gaan morgen er alles aan doen om dat gevoel in het stadion gelijk op te roepen en er een prachtige avond van te maken.